veel mensen weten niet dat je een elektrische auto kunt rijden terwijl je ook een bedrijfswagen wilt hebben. Ze zien een elektrische auto nog steeds als een kleine auto waar je beperkte afstanden mee kan rijden. Maar inmiddels is elektrische auto's, en dus zoals ik die nu heb, daar kun je gewoon echt meubels in vervoeren. De manier waarop het mijn zaak heeft veranderd is eigenlijk dat het sowieso financieel dus heel voordelig is. Je hoeft niet meer naar een tankstation, dat is niet meer nodig. Je kunt gewoon overal opladen. En de klanten die vinden het echt prachtig dat je elektrisch rijdt in Amsterdam, omdat je dan niet de milieu vervuilt. Ik gebruik mijn auto minimaal 2 keer per dag. Gemiddeld rij ik ongeveer 200 kilometer op een dag. De langste afstand die ik heb gereden is 450 kilometer. Ik vind het niet heel erg lastig om zo'n afstand te rijden, omdat je gewoon overal in Nederland snelladers hebt staan. Als ik de auto oplaad, dat duurt ongeveer 20 minuten bij een snellader en anders zit ik gewoon niet in de auto. 'S Morgens als ik van huis rijd, dan is hij opgeladen. Als ik mijn klus af heb en ik zet me in de winkel neer, dan heb ik 8 uur de tijd, want ik ben 8 uur open in de winkel. En dan is hij weer vol. De reactie van mijn familie is dat ik iets te veel betrokken ben geweest bij de auto. Ik ben heel enthousiast. Inmiddels is mijn familie ook helemaal overstag. En ja, ze vinden het prachtig. Het is een heerlijke stille auto. Als mijn kind valt in slaap in de auto, dat is heel lekker. En ja, het is gewoon een prettige ervaring om in die auto te rijden. Ik wil graag vertellen aan de mensen die van plan zijn om over te stappen naar elektrisch rijden, dat het geen enkel probleem gaat opleveren. In principe, alle nadelen die je altijd hebt met het onderhoud van de auto worden weggehaald met een elektrische auto. Want het enige wat er stuk kan gaan is een elektromotor. Nou, die gaan praktisch nooit stuk. Dus ik zou zeggen, stap lekker over.